pepernoten. Oh, dit is echt heel erg. Dat ook aan mijn gezicht te zien. Auw, er zit mijn vinger tussen. Is plassen. Als je hem zo bekijkt, is het toch. Hello, good morning. Het is maandag vandaag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en een zwangerschapsupdate. Maar eerst even over afgelopen weekend. Jola is er nu niet. Dat komt omdat die bij de vader was. En we zijn begonnen. Eindelijk aan alles. En het feels zo goed om eindelijk begonnen te zijn. Het heeft wel wat gevolgen. Namelijk dat we nu in de huiskamer zitten te werken. Ja, echt. We zitten gewoon zo aan onze bureaus even. Ja, Bart die heeft echt een mega installatie voor zijn werk. Dus dat is nogal wat. En ik eigenlijk ook wel een beetje. Dus nou, ik ga zo even twee vlogs editen, ontbijten. En dan ga ik verder met boven schilderen. Want we zijn dus het kantoor nu aan het doen. Eergisteren hebben we de babykamer zijn we aan begonnen. Misschien hebben jullie dat wel gezien in de vlog van vrijdag. Nou, het is echt een mega zooi. Daar komt een nieuw ding op. En ja, het wordt allemaal super mooi met een nieuw vloer enzovoort enzovoort. Maar ja. We hebben nu gewoon alles helemaal wit gemaakt, inclusief de kozijnen en zo, dus dat was best wel wat werk. En dit hebben we gisteren gedaan, dit is het kantoor. Nou ja, we kwamen er dus halverwege achter dat ook het plafond gewit moest worden. Dus we zijn tot hier gekomen, want ik wist niet waar ik heen moest met de bureaus. Dus dan kan ik vandaag de bureaus even tegen die muur aanzetten en dan kan ik verder hiermee. Ideaal dat dat we dus eerst gingen schilderen en daarna de vloer. Ik weet nog dat ik ooit een keer in een vlog zei, ja we gaan eerst de vloer doen en dan de rest. Maar toen zei ook iemand al van, dat is niet echt slim dies. En daar heeft diegene wel heel erg gelijk in. Want het is natuurlijk veel handiger als je eerst gaat schilderen en dan pas de vloeren doet. Maar daar ben ik ook super blij om. Echt super blij. De vloer. Morgen dan hebben we een definitieve datum. Wanneer alles gaat gebeuren. En wanneer wij ook de hele vloer eruit moeten hebben gehaald. Maar dan hebben we in ieder geval gewoon echt een datum, een deadline. Wanneer dat allemaal gaat gebeuren. Dus ik ben zo blij. Het geeft mij echt zo'n last valt er van me af. Dat we gewoon begonnen zijn. En het boeit me echt niet dat we in de bende zitten de komende tijd. Maar gewoon het feit dat we echt een start hebben gemaakt. Feels so good. Ja. Oké, en daar ben ik dan even met mijn wekelijkse buik / zwangerschapsupdate. Ik ben net op de weegschaal gaan staan. En hij staat nu echt op de 70 kilo. Gefeliciteerd, Disna. Hier ben ik niet op geweest sinds Jola, dus de zwangerschap van Jola, dus al 7 jaar geleden. Dus nu denk ik ongeveer tussen de 5 en de 10 kilo erbij. Misschien, zoals ik al vaker heb verteld, ik weet niet precies hoe zwaar ik was op de dag dat, dat ik zwanger werd. Ik heb zo veel trek de hele tijd. Het is niet normaal. Echt, ik heb gewoon al dagenlang geen vol gevoel meer. Dus ik moet echt gezond gaan eten. Om dat volle gevoel te krijgen. En ik ben gewoon veel te veel aan het snijden. Ik heb echt niet normaal veel cravings. Maar goed. Het hoort erbij. Even de buik laten zien. Ik vind dit ding trouwens helemaal leuk. Deze heb ik besteld bij My Jewelry. En ik vond het wel leuk. Want die lange dingen zijn nu natuurlijk heel handig. Ja, daar kan de buik lekker in. Vandaag gaf iemand als comment van, Disna, wat is je buik nog klein? Maar ja, ik weet niet. Ik heb zelf, ik ben er zelf heel erg content mee in ieder geval. En daar gaat het om. Nee, het gaat er natuurlijk om of het goed groeit. Maar morgen ga ik weer naar de verloskundige. Dus dan hoor ik dat weer. En dan ben ik eigenlijk ook wel blij mee dat we daar morgen weer even heen gaan. Want dan meet ze ook weer even mijn bloeddruk op. Want die was de vorige keer nogal laag. En ik ben heel erg benieuwd of dat nog steeds zo is. Ik heb namelijk best wel wat opdrachten deze week. Best wel wat werk. Dus als die bloeddruk nog steeds zo laag is, dan ga ik even een paar dingen cancelen. Omdat ik gewoon geen zin heb om duizelig ergens aan het werk te gaan. Ik had laatst ook iets waarbij ik heel lang moest staan. En op een gegeven moment dan denk ik echt, ik moet zitten. Ik ga in ieder geval echt
gezond eten. Want gisteren was ik met Bart naar de bios en ging het ook weer helemaal mis. Ik ga ineens snoep eten. Dat eet ik normaal nooit. Maar echt ook gewoon zakken met snoep. En KitKats en Twixen. En dan dat Sint Maarten wat is geweest. En oh ja, pepernoten. Oh, dit is echt heel erg. En ik begin het ook aan mijn gezicht te zien. Dus ja, ik moet een beetje inperken. En jongens, heel veel mensen van jullie die dit kijken en die mij niet langer kennen, die zullen nu echt denken van, hou op met zeuren daarover, je bent zwanger. Echt waar, ik weet het, jullie hebben gelijk. Ik moet er niet over zeuren, maar met mijn zwangerschap van Yola ben ik 30 kilo aangekomen. Dat is echt heel erg veel. En dat wil ik gewoon eigenlijk echt niet. Maar het is gewoon soms niet tegen te houden, die trek. Dus, we zullen het zien. Ik ben toen ook weer gewoon daarna weer helemaal strak geworden. Dus ik moet me er ook niet druk om maken. En toch doe ik het, omdat het gewoon echt vreselijk was om zo dik te zijn. Maar ja, let it go. Hey poepie, ik ben jaloers op jou. Kijk het nou. Wil toch iedereen in zo'n holletje liggen de hele dag? Ik ken er nog eentje. Die zo ligt nu. Oh, ja, die ligt er ook zo. Oké, het plan was 2 vlogs editen, maar ik heb er 1 gedaan en ik ga nu omkleden. Dat is heel goed. En dan ga ik verven. Ja, ja, leuk, leuk. Ik vind verven leuk om te doen. Ja. Mooi. Ja, echt waar. Nog wel. Alleen lakken, dat vind ik wel minder leuk om te doen. Maar dat mag ik toch niet doen. Want als je zwanger bent, mag je niet met die hele sterke verf. Moet je gewoon lak aan hebben. Bart is te laks ervoor, maar hij doet het lakken alsnog wel. Tuurlijk. Voor jou maar er hoeft vandaag niet gelakt te worden. Alleen maar latexen. Hallo, dit staat gewoon op de film, hè? Wat? Dat je mij gewoon opzij duwt en dat mijn chadras bijna overheen. Oh, het gaat nu helemaal in slow motion waarschijnlijk. Ja. Nou, ik heb me weer even omgekleed. Het is inmiddels alweer donker buiten. Maar ik ben heel erg content, want alles is wit. Dus ja, ik ben blij. Ik denk dat ik morgen nog een laag op die kant moet doen. En als dat erop zit, dan kan ik met de andere slaapkamer beginnen. Yes! Dus goed, nou, ik ga nu even boodschapjes doen en Yola ophalen. Oké, okay, I'm going to make dinner. En ja, een beetje simpeltjes. Gewoon sperziebonen. Met zilvervliesrijst. En deze vind ik zelf heel lekker. Een linzencurry schotel van Hak. Er zit geen suiker in toegevoegd. Dus ja, het is gewoon super gezond. Met nog wat mais erbij. Ik ga nog even kijken of dit een beetje lekker wordt zo. En anders ga ik er nog wat dingetjes bij maken. De huismuts. Dit is echt ik volg eigenlijk niet veel vloggers zelf. Omdat ik gewoon heel erg druk ben. En als ik achter de computer zit, dan heb ik geen tijd om vlogs te kijken. Maar degene die ik wel kijk, dat is onder andere de huismuts. Want die vind ik echt heel erg leuk. Zo, alsjeblieft, liefie. Daar is Yola weer. Yay. Slaap ik nog steeds bij jullie? Ja. Ja. Asje. Daar zit jij, mom. Yes. Aangezien daar de computers staan, eten we midden in de huiskamer. Ja, daar mijn bureautje. Nou, gezellig. Zo, hiermee en daarom krijgt u allemaal van Sinterklaas een nieuwe staf. Oh, en als jullie dat allemaal even in de handen zetten, dan tel ik de staffen. Toen zitten we dan om 11 uur 's avonds nog steeds te werken, maar we gaan nu echt stoppen. Yep. Maar ik dacht nog eventjes wel leuk om even een keertje, omdat het natuurlijk vandaag maandag is, de dag van de zwangerschapsupdate, ja. Dacht ik misschien ook eens een keertje mijn buik in de avond laten zien. Want dan ziet hij er echt heel anders uit. Helemaal vast. Wat wil je? Heel anders. Ah! Er zit mijn vinger tussen. Heel anders uit dan in de ochtend. Waarom wil je hem vasthouden? Ik moet toch je buik filmen?
laat maar. Ik ga eerst plassen. Ja, in een kleding zie je het gewoon niet zo heel erg goed. Dus dan maar een keertje zo. Tadaa! Als je hem zo bekijkt is het toch best wel een buik. Doei doei, tot morgen. En niet vergeten te abonneren. Hier is gratis. Daar.